apps op je smartphone die meten hoe gestrest je bent, wat je hartslag of bloeddruk is, hoeveel stap je op een dag loopt of wat je insulinewaarde is. Ze worden steeds vaker gebruikt. Bijna de helft van hardlopen in Nederland registreert zijn prestaties via de app Runkeeper. De informatie die deze programma's over jou, je lichaam en gezondheid genereren, blijken niet enkel nuttig voor jou als individu, maar ook van grote waarde voor de wetenschappers. E-health is eigenlijk een hele brede definitie. En de meest simpele verklaring daarvoor, of wat het betekent, is dat je slim gebruik maakt van informatie- en communicatietechnologieën om de zorg te verbeteren. Het zij de daadwerkelijke zorg aan patiënten en burgers, of het eigenlijk het vergemakkelen of stroomlijnen van processen die te maken hebben met de zorg. E-health wordt ook ingezet bij de mentale gezondheidszorg. Helene Rieper, eerste hoogleraar in Mental Health, is betrokken bij de ontwikkeling van apps die therapeuten ondersteunen bij het behandelen van bijvoorbeeld depressies. Ongeveer 20 jaar geleden is het World Wide Web en het internet ter beschikking gekomen voor iedereen. En toen dachten wij, dat is een hele goede manier niet alleen om mensen te informeren, bijvoorbeeld over psychische problemen, maar misschien kunnen we ook een deel van de hulp die we bieden digitaal online aanbieden. Dus in plaats van dat jij je hulpverlener face-to-face ziet, kun je in contact treden met je hulpverlener of met een huisarts via het internet. Vroeger als je een klacht had, dan ging je naar de huisarts. En de huisarts die wist zeg maar wat er speelde. Maar nu hebben we natuurlijk Dr. Google. Dus als mensen iets voelen, dan gaan ze eerst googlen. Psycholoog Bart Vemer is werkzaam in de online therapie. Hij heeft zijn praktijk Effectivity nu 3 jaar en werkt alleen op digitale basis. Als iemand zich aanmeldt bij mij en kiest voor online therapie, dan beginnen we met een intakegesprek. En in een volgend gesprek koppel ik terug wat mijn bevindingen zijn en start de behandeling. Dus als iemand bijvoorbeeld een programma voor depressie gaat volgen en een programma over piekeren, dan staan die programma's klaar. Er staan vragenlijsten klaar, het dagboek staat klaar en dan kunnen mensen al meteen beginnen. Dus op het moment dat zij met hun wachtwoord ze hebben ingelogd, dan kunnen ze meteen aan de slag. Dit is de tweede sessie van de therapie. Ik heb net je dagboek gelezen en ik zag dat je van de week behoorlijk weer last hebt gehad van piekeren. Nou, na vorige week toen was ik eigenlijk wel opgelucht. Ja, toen had ik wel weer een soort goede moed of zo. Mm-hmm. Toen ben ik naar huis gegaan en toen de eerste paar dagen ging het heel goed, omdat ik het gevoel had dat ik er nu iets aan ging doen. Ik merk dat mensen opener durven zijn, omdat ze toch in hun eigen huis zitten met hun eigen kopje thee en hun eigen tafel. Voelen ze toch meer de ruimte om moeilijke dingen te bespreken. Dus dat vind ik echt winst. Ik krijg veel meer informatie waardoor ik veel sneller contact maak. En het blijkt dat als zij dus op afstand dus niet face-to-face in contact met een therapeut staan, ze wat makkelijker of eerder, het is niet zozeer dat ze eerlijker zijn, maar dat ze wat eerder de zwaarte van hun problematiek kunnen ontsluiten, omdat ze eigenlijk juist niet het gezicht van hun therapeut zien, dus ook niet dat gevoelens van schaamte hoeven te ervaren. En wat misschien een nadeel zou kunnen zijn, is dat je natuurlijk niet alles ziet, ruikt en voelt. Dus je hebt het charmante zeg maar, van iemand een hand geven uit de spreek of uit een wachtkamer ophalen, een kopje koffie serveren, et cetera. Ja, dat is een bepaalde charme natuurlijk die ik nu niet heb. Stel dat iemand drinkt, dan kan ik dat niet ruiken. Dus ik kan bijvoorbeeld niet ruiken of iemand heeft gedronken. Of als iemand zichzelf niet goed verzorgt, dan kan misschien dat je er van de buitenkant wel keurig uitziet. Maar als je niet voldoende doucht, ik noem maar even iets, dan neem ik dat natuurlijk toch mee in mijn therapie. Bij het onderzoek naar e-health worden ook data-analisten ingezet. Zij proberen de stemming van patiënten te voorspellen. Zo krijgen behandelaars inzicht in de effectiviteit van de therapie. Bijvoorbeeld hoeveel zorgen iemand zich maakt, of hoe goed iemand slaapt, dat soort dingen. En deze informatie wordt dan verzameld met een applicatie op een telefoon. En als dat eenmaal gebeurd is, dan krijg ik die data en dan ga ik die data gebruiken om een voorspelling proberen te maken met behulp van voorspellende modellen. Als wij het nu gaan vergelijken met de reguliere behandelingen, dan zegt de evidentie op dit moment, ze doen het even goed als face-to-face behandeling. Zou je een lijstje kunnen maken van activiteiten of dingen die je helpen op het moment dat je piekert? We hebben net nu een aantal besproken en je hebt er 4 genoemd. Zou je er nog eens goed over na willen denken en kijken of je dat lijstje kan uitbouwen? Dan bespreken we dat de volgende keer en dan gaan we kijken of we dat in de week ook kunnen gaan inplannen. De online therapie is dus een grote belofte voor de toekomst.
Maar deze zal altijd gecombineerd blijven met traditionele therapie, de zogenaamde blended form. Die blended form, dus eigenlijk het beste van twee werelden. Dat wat je het beste online kan doen, doe je online. En dat wat beter face-to-face kan gebeuren, doe je face-to-face. Dat is nu, zeg maar, anno 2015, 2016. Waarvan we zien dat gaat langzamerhand steeds meer in de praktijk ingevoerd worden. En wij zijn op dit moment aan het onderzoeken of ook die vormen effectief zijn. Dat wil zeggen, zijn ze klinisch effectief, maar ook zijn ze kosteneffectief. Over 20 jaar hebben we niet alleen online therapie. Ik denk dat altijd mensen blijven die behoefte hebben aan een face-to-face therapie. Dus ik denk niet dat het een vervanging is. Maar het zal wel een grote verschuiving gaan geven.